De Javaans-Surinaamse taal kan niet worden opgenomen in de Nederlandse nationale inventaris. Dit zegt Pieter van Rooij van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Afgelopen weekend was in Rotterdam een themabijeenkomst georganiseerd door de Stichting Comité Javaanse Immigratie. In samenwerking met de Javaanse sociaal-culturele organisatie BAR. Nederland inventariseerde diversiteit omdat het land in 2012 het UNESCO-verdrag ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed tekende. Suriname deed dat de vorige maand. Vandaag het slotdeel van een tweeluik over het Javaans-Surinaams erfgoed en wat daarmee te doen. Sam Jones doet verslag. De zang in het Javaans, ze praten Javaans, geschriften in het Javaans. Je praat, je eet, je leeft Javaans. Javaans-Surinaams. Een van de essentiële elementen van het Javaans-Surinaams erfgoed, die zou moeten worden opgenomen in de nationale inventaris, is natuurlijk de taal. Harriet Mingoen van Stichy brak al meerdere keren een lans daarvoor. Ook op de publieke consultatiebijeenkomst, immaterieel cultureel erfgoed, komt dat naar voren. Orlando Cromopaviero speelt gamelan en is wayang poppenspeler. Sowieso is het heel belangrijk om van bewust te zijn dat taal vormt namelijk de basis van jouw tradities. Nummer 1, zonder taal kom je niet verder, want heel veel beschouwingen zijn gebaseerd op de Javaanse filosofie. Javaanse gedachten, Javaanse taal. Een bepaald woord heeft een bepaalde inhoud. De taal is nummer 1. Tot schrik van de aanwezigen zegt Pieter van Rooij van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, kortweg KIEM, dat taal en religie echter niet op de inventarislijst kunnen komen. En dat heeft ermee te maken, het is een UNESCO-conventie, heel de wereld praat erover mee. En taal en religie ligt heel erg gevoelig internationaal. Hoe kijkt Harriet Mingoen daar tegenaan? Ja, nou, dat is iets wat ze denk ik daarbij het KIEM moeten bespreken. Want UNESCO vindt het wel belangrijk. Hij zegt wel, UNESCO heeft de taal eigenlijk eruit gehaald en religie. Maar volgens mij zijn bedreigde talen, want UNESCO is juist de organisatie die zich inzet om bedreigde talen te bewaren, zou ik dan zeggen dat je eigenlijk de taal ook tot het immaterieel cultureel erfgoed moet rekenen. Nou ja, het is immaterieel erfgoed, zeer zeker. Er zijn echter ook weer andere conventies die over de taal gaan, maar daardoor valt taal niet direct binnen deze conventie waar wij mee bezig zijn of hoe wij ermee bezig zijn. Maar taal is toch heel essentieel voor je identiteit, voor je zijn? Maar daarom weet je, taal is ook het middel om heel veel tradities te beleven of te doen. En in die zin kan dat gewoon op een gegeven moment op de inventaris erbij. Terug naar de taal. Hoe bedreigd is het Javaans-Surinaams eigenlijk? Nou, net als in Suriname. Het wordt voornamelijk gesproken door de wat ouderen. Javanen. Veel minder door de jongeren. Maar is dat erg dan? Ik bedoel, die generatie die hier opgroeit, dat zijn toch eigenlijk gewoon Javaans-Surinaamse Nederlanders? Ja, maar ik zie de taal. Kijk, het is gegroeid door de situatie in Suriname. Hè? We moesten vroeger allemaal Nederlands leren, anders komen we niet vooruit. Maar in mijn visie is het Javaans een even belangrijke taal als het Nederlands of als het Engels. En je kunt eigenlijk ook goed verschillende talen beheersen zonder dat je eigen taal daardoor verloren gaat, toch? Harriet Mingoen. In 2012 tekende Nederland het UNESCO-verdrag ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Bij de Nederlandse Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed zijn al verschillende zaken aangemeld. Onder andere de Anansitori-verteltraditie, maar ook de Indische rijsttafel en de Maroncultuur. Ook Antillianen zijn ermee bezig. Tot zover een reportage over het Javaans-Surinaams erfgoed. Dit was een verslag van Sam Jones.